De Rotterdammers zijn al zeker van deelname aan het UEFA Cup toernooi in het komende seizoen. En Utrecht heeft daar nog alle kans op. In zaken de opstellingen van vanmiddag, één mededeling vooraf. Feyenoord speelde zonder Been, Hoekstra en Troost. Die hebben alle drie een blessure. Elstroep op het middenveld dit keer. Blinker. Weggekopt van de Meer. Van Herpen in het strafschopgebied. Goed die beweging naar Hofman. Terugleggen. Oh, daar zat Roos heel dicht bij de openingstreffer. Blinker. Elstroep. Barendse. Tahamata, middenvelder dit keer. Blinker is links buiten. Wijnstekers komt van de rechterkant. Roos, dat scheelt weinig. Sterke opening van Feyenoord. Eerst Hofman en nu de jonge spits Ed Roos. Utrecht keek even de kat uit de boom in het begin. Maar neemt nu het initiatief. Alphen. Van Loen met Monkau. Van Loen gaat neer. Van Ettenkoven vindt het niks. De bal blijft bovendien binnen. Van Loen in de schaduw van Willaerts. Toch ook aan een sterk seizoen bezig bij FC Utrecht. En er is veel belangstelling voor hem op de tribune. Patinama. Knap, twee man uitgespeeld. Willa staat buitenspel, dat ziet Patinama. Dus zoekt hij de oplossing via Verripsen, dat is knap. Weer Patinama. Speelt trouwens toch een sterk seizoen. Vooral het eind. Van Loen. Willaerts, daar is dan zijn kans en daar is ook het doelpunt. Hoe is het mogelijk? De eerste keer dat hij in beeld is deze wedstrijd. Erik Willaerts. En eens te meer blijkt hoe goed zijn samenwerking dit seizoen was met John van Loen. Die verlengt. Willaerts, zijn laatste thuiswedstrijd in de Galgenwaard. Volgend seizoen in de Bundesliga bekroont hij met de 1-0 voor Utrecht in de 23e minuut. Plomp. Van Loen. Van Loen ook nog. Jawel, 2-0. Twee minuten na de openingstreffer van Willaerts is nu het woord aan de andere Utrechtse spits, John van Loen. Voor wie ook veel belangstelling is uit het buitenland. Maar ook Feyenoord wil hem nog altijd graag inlijven. En onderuiter viert zijn feestje mee. Van Loen verlengt. En Willaerts haalt hem ook nog. En speelt zijn man Molenaar heel knap uit. Wat heeft hij toch veel geleerd dit seizoen. En Alphen heeft de kans op 3-0. Wat een prachtige actie van Erik Willaerts. Vorig jaar nog in een dorpsclub bij de vierde klasse. Langzaam begonnen hier in Utrecht. En volgend seizoen in de Bundesliga. Weer Willaerts, wat een pegel. Nou, dat is smullen hoor in de Galgenwaard. Het succesverhaal van Erik Willaerts. Barendsen, dat lijkt inderdaad verstandiger om die bal maar richting Van Eden te trappen. Dan de weg terug. Per slot van rekening staat Feyenoord achter. Jung. En meteen schuift Utrecht weer uit. Willaerts in het centrum naar de punt wil die bal ook. En krijgt hem. Molenaar was niet op tijd terug. En het is 3-0. Weer Erik Willaerts. Prachtig positiespel. En zijn feestje kan natuurlijk niet op. 3-0. En Utrecht lijkt binnen deze wedstrijd. Fraser. Van Loen. Speelt Monkau uit. Jongens bij de eerste paal, Willaerts bij de tweede. Het was Jung die de bal raakte en die verkeerd ook. Tahamata werkt hard, doet erg zijn best. Maar kan ook geen lijn in het spel van Feyenoord brengen.
Kennelijk zit voor Feyenoord de competitie er al op. Zeker van de derde plaats, zeker van Europees voetbal. Het maakt een matte indruk, behalve de eerste 10 minuten. Plomp. Utrecht is veel feller. Logisch ook, voor Utrecht is er nog een prijs. Willaerts. Alflen. Patinama. Alflen, nu in een laag tempo, bal in de ploeg houden. En plotseling ruimte voor Gert Kruijs, hoe is het mogelijk? Gert Kruijs stond op een eiland en de woede van Hiele is begrijpelijk. Kruijs had dit wel af moeten maken, lijkt me. Zo blijft het 3-0. Elstrup. Tamata neemt die bal ineens mee, gaat neer tegen Kruijs. Maar Van Ettekhoven wil van niets weten. En Simon protesteert ook maar niet. Elstrup. Weet niet waar hij naartoe moet. Kaatsen met Roos, Elstrup en Tahamata. Het is op zich een aardige aanval. Maar die bal sprong iets te ver van de schoen van Tahamata. En nu geeft Van Ettekhoven een penalty en dat lijkt me niet terecht. Ik denk dat Van Ede de bal speelde. Maar in een eerdere situatie van 2 minuten terug was er wel sprake van een strafschop. En bij scheidsrechters is het vaak zo. Het eenvoudige rekensommetje 2,5 is ook een hele. Van Ettekhoven ook volgend jaar vermoedelijk nog als scheidsrechter actief. Ondanks het feit dat hij bij Wageningen in het bestuur zit. Een hels fluitconcert begeleid Kea Molenaar. En Van Ede stopt die bal. En nog eens, fantastisch. Dat is zijn wraak op de beslissing van Ettekhoven. Logisch gevolg van die actie is de hoekschop van Blinken. Met weer Van Ede. Wijnstekers. En dan zit hij er toch in. 3-1. Benny Wijnstekers. 22e minuut. Brengt Feyenoord iets dichter bij Utrecht. Verschil is nog 2. Vrije trap Molenaar. Heeft Feyenoord toch nog kansen? Hofman met Van der Meer. En weer Van Ede. Meer dan voortreffelijk. Willaerts. Kruijs. Kruijs. Oh, wat mooi. Wat mooi, Gert Kruijs. Zijn vreugde is begrijpelijk. Gert Kruijs 4-1. Ook hij had een rotseizoen. Verdween tegen zijn zin eigenlijk naar Waalwijk, naar RKC. Maar mocht terugkomen. En dit is zijn dank. Tahamata. Feyenoord probeert plichtmatig nog wel iets terug te doen. Maar de wedstrijd is natuurlijk al lang gespeeld. Tahamata. Strand op Van der Meer. Jung. En bij toeval krijgt Hofman dan nog een kansje. En wordt het nog 4-2 ook. En dat is voor Feyenoord dan nog meegenomen. Maar het telt slechts voor de statistiek. Utrecht wint in de Galgenwaard. Dik verdiend met 4-2 van Feyenoord. Kijk jij op van die belangstelling van een Bundesliga-ploeg van Borussia Mönchengladbach? Ja, natuurlijk kijk je ervan op. Je draait aan het eerste seizoen, je maakt er wel meteen 22. Maar er komt ook geluk bij kijken. En je schuift die bal eigenlijk nog niet meer in te schieten. Maar dat ik zo'n belangstelling kreeg, nee, dat ik echt niet geloofd. Ik dacht ook eerder dat het een grapje was, maar het bleek toch waar te zijn. Dus. Waarom denk je dat ze jou genomen hebben? Alleen om die doelpunten? Ja, ze zeggen dat ik een neus heb voor goals en dat ik altijd op de goede plek sta. Dus ja. Het schijnt ook belangrijk te wezen. Doelpunten zijn belangrijk. Dus, en hoe je dan loopt, of dat je helemaal niet aan het spel meedoet, maakt niet uit. Als je maar inschiet, hè. Dat zie je vandaag ook weer. Wel, daarna ging het wel beter, maar in het begin kom ik er niet aan. En dan, in één keer maak je de goal en dan gaat het lopen. Maar wel erg fijn in de laatste wedstrijd van de thuiswedstrijd dan.
Wat verwacht je daarvan, van het spelen in de Bundesliga? Meteen in de basis of rustig voorzichtig op de bank beginnen? Nou, voor mij mag het net zo lopen als Utrecht. Dat ik het eerste drie maanden gewoon op de bank zit en een tweede speel. En dan zo langzaam erin te groeien. Maar, mag mij ook meteen, maar liever zo rustig aan beginnen. Dat je een beetje anoniem komt en dan, net zoals hier, lijkt me wel leuk. Dat je dat ze goed gaat. Maar dat hoeft voor mij niet hoor. Het is toch al een bliksem carrière, dus ik vind het wel leuk zo. Je bent een coole kikker, hè? Ook in je spel. Ja, zeggen ze. Ja, ik heb in de amateurs altijd veel kansen gehad, dus dan schrik ik niet meer van de kans, denk ik. Ik heb het harder dat je zoveel goals maakt. En door de ploeg natuurlijk. En laten de trainers ook niet vergeten, want daar, ze stellen je er wel op in natuurlijk. Heb je veel bijgeleerd dit seizoen? Ja, de trainer aan Nolder uit had ontzettend veel in het begin rustig aangedaan. Steeds meer getraind, Van de Hanegem bij het looptrainen. Je bent sneller geworden en ja, je leert een heleboel in zo'n jaar. Nou, maar niet, nog niet genoeg. Kan je nog meer? Ik denk dat ik nog meer kan, ja. En dat, ja, dat, daarom is het jammer dat Nolder wegging en dat ik weer ergens anders toe ga. Maar daar kan je misschien meer leren, ik weet het wel zeker trouwens. Dat is echt een topclub en dan kan het even beter gaan, denk ik.